Hallo allemaal. En goedemorgen. Het is zondagochtend. Heel erg vroeg. Heel erg vroeg. En heel erg koud. Daar kom ik zo meteen op. Ik was gaan slapen met het raam open. Dat is heel gezond. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Een echte fanboy. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Moet je naar kijken, mensen. Ongeveer een maand geleden, op eerste kerstdag, deed burgemeester Halsema een uitgebreid interview met het Parool. En ze zegt een hele hoop dingen in dat interview. Maar goed, dit hebben ze dan eruit gelegd. Fantastische foto's. Leuk ding wat ze aan heeft. En ze heeft haar haar inmiddels weer lang. De foto's zijn van Linda Stulich. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. Het artikel is van Michiel Cousy en Ruben Koops, 25 december. En ik ben hier nu als echte fan burgemeester. Probeer een beetje alert te blijven. En dingen eruit te halen. En wat mij hier van bijbleef, het interview vond ik waardeloos. Daar heb ik een uitgebreide video over gedaan. Maar hier. Overal slingeren ze rond in de ambtswoning. Schriftjes, opschrijfboekjes. In de tas. Wat doe je? In de slaapkamer of op de keukentafel. Altijd binnen handbereik om nachtelijke ideeën of gedachten te bewaren. En om te zetten in actie. Oké, we doen eerst dit hele stuk. Althans, als ze de volgende ochtend nog steeds zo goed zijn. Als ze in de donkere uren leken. Ik lig 's nachts vaak met mezelf te vergaderen, zegt burgemeester Femke Halsema, er is zoveel aan de hand in zo'n stad. Je moet over zoveel dingen nadenken. Het staat er echt dat ik inmiddels wel 8 schriftjes heb liggen. Weer 's nachts. Dan loop ik 's nachts even naar de keuken om het bij te houden en de gedachten te ordenen. Deze mevrouw, burgemeester Halsema. Deze mevrouw. Fantastische foto's, hè? Anyway, laten we beginnen bij het begin. In de tas, wat doen Michiel Cousy en Ruben Koops en het Parool in de tas van burgemeester Halsema? Ik was ook ooit getrouwd, inmiddels gescheiden. Ik moest het niet in mijn fucking hoofd halen om aan de tas van mijn partner te zitten. Dat is private. Net als de telefoon. In de slaapkamer. Wat doen Michiel Cousy en Ruben Koops en het Parool in de slaapkamer van de burgemeester? Serieus, ze waren echt in uw slaapkamer? Mevrouw de burgemeester, dat is echt alle perken te buiten. Het spijt me. Wat voor waanzin is dat? Maar goed, dan komt het. Of op de keukentafel. Serieus, met Ruben Koops en Michiel Cousy en het Parool aan de keukentafel. Ik zou geen hap meer door mijn strot kunnen krijgen. Maar goed. Let op. Nachtelijke ideeën. Donkere uren. 'S nachts met mezelf te vergaderen. 8 schriftjes. 'S nachts naar de keuken. Ik maak mij zorgen. Ik maak mij zorgen om burgemeester Halsema.
S'nachts, mevrouw de burgemeester, moet u slapen. Dat is wat u s'nachts moet doen. Ja, geloof me nou, nachtrust, mevrouw de burgemeester, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Ja, er zijn een hele hoop mensen hier in Amsterdam die op een hele serieuze, soms zelfs fanatieke, manier bezig zijn met hun gezondheid. Nou, ze zijn ook heel erg bezig met onze gezondheid. Ik ben ongeveer de leeftijd van burgemeester Halsema. Dus ja, vanaf mijn 40ste, de laatste 10 jaar, ben ik fanatiek, serieus. Serieus bezig met mijn gezondheid. En goed eten is belangrijk. En weet je wat, dingen die slecht voor je zijn, niet eten is belangrijk. En bewegen, voldoende bewegen, sport is belangrijk. Maar dat stelt allemaal niks voor in vergelijking met nachtrust. Als jij een paar weken slecht slaapt, moet je eens kijken wat er van je overblijft. Helemaal niks. Je gaat helemaal kapot. En dit, ja, ik maak me zorgen. Nachtelijke ideeën. 'S Nachts met mezelf vergaderen. 8 schriftjes, 's nachts, donkere uren. I'm calling it. Ik denk dat burgemeester Halsema een sleep disorder heeft. Wat is een sleep disorder? Nou, dat is een slaapstoornis. Dit is de Engelse definitie. Moet je even kijken hoeveel resultaten je dan krijgt van Google. 256 miljoen resultaten. Als je zoekt op burgemeester Femke Halsema, moet je kijken wat je dan krijgt. Slechts 420.000 resultaten. Sleep disorders, slaapstoornis is een heel groot probleem. Zal ik slaapstoornis intikken? Ja, slaapstoornis. Welke oorzaken voor slaapstoornis? Stress, kijk hier. Wij zijn mind. Psychipedia. Oh, Jezus, daar zou ik niet naast willen liggen. Wie is dat? Een slaapstoornis kan ontstaan door verschillende zaken. Zoals stress, leefgewoonten of traumatische gebeurtenissen. Ik heb ook een slaapstoornis. Maar ik heb hem onder controle. Roken, koffie, zwarte thee, nicotine, cafeïne, theïne, die houden je wakker. Te veel suikers, te veel zout, die wist ik al. En 's avonds laat actief bezig zijn, zoals sporten of computerspelletjes doen. Traumatische gebeurtenissen heb ik ook meegemaakt. Dus ik deed dit soort dingen allemaal. Koffie drinken, gespannen zijn en stressen over het werk. Relatieproblemen had ik niet. Maar ja, zij wel natuurlijk. Die partner van haar, die had een vuurwapen in huis en zo. Maar daar kan het dus allemaal aan liggen. En het is echt heel slecht voor je, want de effecten zijn cumulatief. Het zijn mooie plaatjes van sleeping disorder. Hier allemaal wanhopige mensen die niet kunnen slapen. Deze persoon kan niet slapen. Deze persoon zit huilend op zijn bed. Deze persoon kan niet slapen. Deze persoon kan niet slapen. Deze persoon kan niet slapen. Deze persoon is dezelfde als deze persoon volgens mij. Vreselijk. Dit gaat niet goed. Je kunt niet 6 jaar lang slecht slapen en ondertussen je werk goed doen. Ik denk dat we realistisch moeten zijn. En tja, weet je, op het moment dat het parool je slaapkamer binnenkomt, ja, dan zou ik ook geen ogen meer dicht doen. En op het moment dat het parool bij mij aan de keukentafel zit, zou ik nooit meer normaal eten. Dus het parool speelt hier ook een rol. Waar zou dit ook komen? Weet je, en sorry, ik wil niet kinderachtig doen, mevrouw de burgemeester, maar waarom 8 schriftjes? Weet je, het is allemaal papier en met de hand. Als dat in verkeerde handen valt, mevrouw de burgemeester, och Jezus.
dan wordt het hashtag opheffen. Kijk wat ze hier heeft opgeschreven. Of kijk wat een slecht handschrift ze heeft. Ik denk dat u dat digitaal moet gaan doen. Gewoon met een voice recorder op uw telefoon. U pakt uw telefoon en dan zeg je set reminder, huppel de pup. Maar 8 schriftjes laten slingeren. Heer, dus overal slingeren ze rond. Straks vinden die kinderen dat. Of je partner. Weet je, hoeveel privacy heb je? S'nachts loop ik naar de keuken om het bij te houden en gedachten te ordenen. Mevrouw de burgemeester, ik loop s'nachts ook naar de keuken. Want mannen van mijn leeftijd, zo'n beetje 50, dan beginnen de prostaatproblemen. Dus dat betekent dat je s'nachts altijd je bed uit moet om naar het toilet te gaan. En daarna wat te drinken, vocht, want je droogt sneller uit. Dus ik slaap gewoon 8 uur, maar ik knip hem in tweeën. Ik doe 2 keer 4 uur. Ik slaap lekker 4 uur. Onafgebroken, dan word ik wakker, dan is er een toiletstop. En dan de keuken voor melk. Maar niet om 8 schriftjes bij te houden. En je ziet het is de stress. Ik moet over zoveel dingen nadenken. Ik vroeger ook. Ik runde toen een team in meerdere landen. En we lagen altijd achter. Want we kregen veel te veel werk. Dus iedereen draaide weken van 60 uur. En dan redden we het nog niet. Dus in het weekend gingen we dan gewoon door. En echt, weet je wel, 's nachts werken om 1:30 en zo. En toen is mijn slaap, ik heb dat jaar, let u op, mevrouw de burgemeester, ik heb dat jarenlang gedaan. 'S nachts werken, weekenden werken, altijd maar werken, werk mee naar huis nemen. Dat is niet goed voor je. Dat is echt niet goed voor je. Ik zeg, ja, het moet. Je bent de burgemeester van Amsterdam. Ik weet niet. Als je werk zo ernstig is dat het slecht is voor je gezondheid, dan moet je dat werk niet doen. Dat zijn de cold hard facts. Misschien als je 20 bent, want dan heb je een hele hoop reserves. Als je in de 50 bent, moet je dat niet doen, want er blijft niets van je over. 8 schriftjes. S'nachts. Ik vind het extra knap dat ze er zo fantastisch goed uitzien. Dit is dus iemand die slecht slaapt. Stijf staat van de stress. En dan moet je ook nog meerekenen, demonstranten. Hè? Demonstranten die een of andere, weet ik niet, item of issue hebben. Die demonstreren bij die ambtswoning. Dus laten we even voorstellen dat er een nacht is dat de burgemeester niet helemaal gestrest is. En zowaar lekker heeft gegeten en denkt van, oh, ik ga lekker vroeg naar bed. Even wat bijslapen. Dan krijgt deze arme mevrouw demonstranten voor de deur. Die beginnen te gillen en te joelen. En er zullen natuurlijk een hele hoop gewoon mensen zijn die vervelend willen doen en lawaai willen maken. Dit is niet gezond. Dit. Het rondslingeren is niet gezond. Maar weet je, dat ze overal liggen is niet gezond. Dan krijg je allemaal overlap. In welk boekje had ik dit ook weer opgeschreven? Oh, is dat het keukenboekje of is dat het blauwe boekje onder mijn kussen? Dit is chaos. Dit is chaotisch. En dit komt je nachtrust niet ten goede. Dan is er onderzoek gedaan, mevrouw de burgemeester. Dat de dingen die jij denkt 's nachts, Dat zijn nooit je beste ideeën. Dat is echt zo. We hebben heel veel onderzoek naar gedaan. 'S morgens, na een gezond ontbijt, als jij fris en monter je bed uitkomt, de dingen die je dan denkt, weet je wat, dat zit over het algemeen wel goed. Dat is dan ook de reden waarom we repetities en toetsen en examens in de loop van de ochtend doen. Nadat jongvolwassenen en kinderen een gezond ontbijt hebben gehad en voldoende nachtrust. Maar het idee dat je 's nachts op je beste ideeën komt en die allemaal gaat als een bezetene. Dat bedoel ik niet negatief, maar obsessief. Obsessief gaat optekenen in een boekje, in 8 boekjes. 'S nachts, dat,
Ik ga naar de keuken, ik ga mijn boekje bijhouden. Nee, dat moet je niet doen. Je moet zorgen dat je slaapt. Hier moet je kijken hier ook. Natuurlijk, aan het eind van de dag gaan tassen vol stukken mee naar huis. Ze moet altijd bereikbaar zijn voor grote en kleine crisis. Weet je, je moet je werk niet mee naar huis nemen. Dat moet je niet doen. Dat moet je echt niet doen. Zeker niet naar die ambtswoning, naar de slaapkamer en de keukentafel, waar het parool welkom is. Ik gok even dat die slaapkamer van u en, hoe heet hij ook alweer, dat mannetje met dat vuurwapen? Nico, gaat wel goed bij hun. Weet je, relatieproblemen misschien. Zij is heel kwaad op hem, over dat vuurwapen. En zij heeft zoiets van, shit, ik had die loser moeten dumpen. Dat scheidinterview wat hij gaf in het NRC, ik had hem moeten dumpen. Ja, je had hem moeten dumpen, maar ja, dat is nu te laat voor. Alhoewel, het is nooit te laat, dump hem. Dan heb je die slaapkamer voor jezelf, hij eruit. Ik denk dat een hele hoop mensen dat prima zouden kunnen begrijpen, ik ook. Ik vind die Robert Oei helemaal niks. En dan zou ik beginnen met, ja, weet ik niet, groene buskruidthee of jasmijnthee of zoiets. Of anijs is ook lekker. Anijs met kokend water word je ook heel rustig van. Valeriaan, dat helpt. De juiste wijn. Ik ken een paar biologische wijnen waar je heel zoel en relaxed van wordt. Heeft die ambtswoning een bad? Een lang bad met een geurkaars. Maar ik zou geen heftige actiefilms gaan kijken en boekjes vol pennen of grote tassen vol met documenten mee naar huis nemen. Daar zou ik gewoon niet aan beginnen. Onze burgemeester heeft een slaapstoornis. 8 boekjes. Dat zijn er 7 te veel. En waarom doet u dat niet gewoon digitaal? Weet je hoeveel papier dat scheelt? Ik ben hier nu een maand mee bezig. Ik lig er niet wakker van. Ik lig er niet wakker van. Maar het baart mij wel zorgen. Je ziet dat bij bijvoorbeeld de Amerikaanse presidenten. Als je zo'n Amerikaanse president neemt, zoals Obama bijvoorbeeld, die begint aan zijn termijn en ziet er hartstikke gezond en viriel uit. Maar aan het einde van zijn termijn heeft hij allemaal grijze haren. Dat is echt zo. Ja, ja, dat is bij alle presidenten, omdat het zo'n heftige functie is. De stress, et cetera. Ik zit er niet op te wachten dat burgemeester Halsma straks allemaal grijze haren heeft, gewoon van de stress. En het is een fatale vergissing natuurlijk om de pers je slaapkamer en je keuken binnen te laten. Dat moet je niet doen. Daar krijg je echt spijt van. Dat slaap je nooit meer normaal. En dan, weet ik niet, maagzuur en zo. Heb je Ruben Koops wel eens gezien? Moet je even kijken. Kun je je voorstellen? Let op. Ruben Koops. Ja, dit is hem. Zou je hem in je slaapkamer willen hebben? Nee, absoluut niet. Jesus Christ, wat neemt hij mee? Rope? Ruben is hier. Hij heeft touw bij zich, rubberen handschoenen en een heel groot mes. Ruben Koop ziet eruit als een seriemoordenaar. Ik zou hem niet in mijn slaapkamer willen hebben. Ik zou nooit meer normaal slapen. Dat was een enge man. Er slapen daar ook kinderen, hè? Mevrouw de burgemeester. Ik weet niet of dat zo verstandig was. Ik denk dat Ruben ook hier een beetje debet aan is. Sterker nog, ik denk dat Ruben dit soort gedrag alleen maar heeft versterkt. S'nachts wakker liggen. S'nachts met jezelf liggen vergaderen. Oh, ik moet dit nog doen. Oh, shit. Dat rapport moet nog af. Oh, ik moet nog zus doen. Oh, shit. Dat had ik moeten zeggen. Oh, dit had ik. Verdomme, die klant die wilde nog. Weet je, 's nachts wakker liggen van je kinderen. Weet je wel, god, het gaat helemaal mis op die school. Of verdorie, weer een onvoldoende voor natuurkunde. Zoiets, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen.
Of 's nachts wakker omdat een kind niet lekker is. Nee, maar 's nachts met jezelf vergaderen. I don't know, mevrouw de burgemeester. Daar moet u mee stoppen. Ik heb hier natuurlijk al aardig wat over nagedacht, maar ik ga er wat meer doen. En ik ga een video maken, speciaal voor u, mevrouw de burgemeester, met slaaptips. Dingen die je helpen bij een gezonde, het liefst onafgebroken nachtrust. Geloof nou, het is het allerbelangrijkste wat er is. En ja, ik begrijp het wel, als deze gek eenmaal in je slaapkamer is geweest, ja, dan doe je geen oog meer dicht. Hoe ziet Michiel Cousy eruit? Als die er ook heel eng uitziet, dan is het wel een beetje einde verhaal. Kijk, Michiel. Je had ook beter moeten oefenen. Michiel Cousy. Hoe ziet die eruit? Is dit hem? Dit is de echte Michiel Cousy. I don't know, dit gaat wel. Het is niet zo beangstigend als Ruben Koops. Ruben Koops is echt... Holy fuck, weet je wel. Hier kun je meer van zijn lichaam zien. Maar kijken. Wat is er mis met die jongen? Ruben Koops, nieuwsreporter. Ja, weet ik niet. Ruben Koops, troubled young man. Ja, we zijn heel aardig tegen de buren, maar we wilden voortdurend bij de burgemeester de slaapkamer in. Die indringende blik. Hi! Heb je wel eens een hamster in tweeën geknipt, Ruben? Heb je daar zin in? Mevrouw de burgemeester, ik zou Ruben Koops niet eens in de buurt laten van het aquarium. Weet je veel wat hij doet? Ik denk dat de burgemeester een sleeping disorder heeft. Wat een nachtmerrie, hè? Hier. Tassen vol stukken. Tassen, meervoud. Stukken, meervoud. 8 schriftjes slingeren door die ambtswoning. In de tas, in de slaapkamer, in de keukentafel. Altijd binnen handbereik, helemaal panisch. Waar is mijn schriftje? Ten eerste zou ik dat digitaal gaan doen, dan is het beter beschermd. En geen schriftjes. En ik zou het veel minder gaan doen. Ik zou het niet 's nachts gaan doen. Gewoon af en toe, note to self. Nachtrust, dat is wat u nodig heeft, mevrouw de burgemeester. Ik ga voor u een speciale video doen met slaaptips. En dan voor alle andere Amsterdammers, en dan met name Amsterdamse vrouwen. Ja, zou jij deze vent je slaapkamer inlaten? Ik niet. Nee, onder geen enkel beding. En ook niet in mijn handtas. Ook niet in mijn handtas, echt niet. Nee. En ik wil hem ook niet op mijn keukentafel. Wat een engert, hè? Die indringende ogen. Ik weet het niet, mevrouw de burgemeester. Dit hele interview vond ik shit. Maar die opening en die schriftjes... Het baart mij zorgen. Ik wens u een hele prettige zondag. En ik hoop dat u hier wat langer over na wilt denken. Want ik denk dat heel veel Amsterdammers zich zorgen maken. Nou, lieve mensen, tot de volgende keer.